Goedemorgen allemaal. Kyana, speciaal welkom voor jou. Hartstikke leuk dat je er bent. Vandaag is, zoals jullie weten, World Children's Day van UNICEF. Daar werken wij als voetbalclubs in de eredivisie heel graag aan mee. En zeker wij ook als ADO. En bij dit soort momenten hoort altijd iets heel belangrijks. Namelijk, we moeten nog even een contract tekenen. Dat jij algemeen trainer bent, hoofdtrainer van ADO Den Haag. Ja, nou ja, iedereen is natuurlijk vervangbaar. Dat weet je in het voetbal. Zo gaat dat ook. En, dus dat geldt ook voor mij. Nou, en, we gaan zien ja, welk effect het vandaag heeft. Dan gaan we nog even een handje geven daarna. Foto? Ja. Ik ben Kyana. En hoe oud ben je? 10. En wat staat er vandaag allemaal voor spannends te gebeuren? Ja, ik vind het zeker spannend, omdat je normaal zie je ze vanaf de tribune en nu ga je ze echt van dichtbij zien. En kom jij uit Den Haag? Nee. Uit de buurt van Den Haag misschien? In Delft. Ben je wel fan van Den Haag, van ADO? Ja. Hoe groot fan ben je? Heel groot. Dus het is een grote eer om voor de groep te staan zometeen? Ja, zeker. Ja. Nou, we hebben al een rondleiding gehad, een persconferentie. Best wel een spannend moment, neem ik aan. Ja. Je moest even een krabbeltje zetten onder een contract. Ja. Dus het is wel officieel, hè? Ja. Ja. Nou begint het zometeen, de training. Jij staat dan voor de groep. Hoe, wat ga je dan doen? Wat ga je tegen ze zeggen? Dat ze volgende keer, als ze de kans hebben om op doel te schieten, dat ze dat moeten nemen. Jongens, goedemorgen. Kyana, die hier naast me zit, die wilde heel graag vandaag hoofdtrainer zijn van ADO. En zij is gekozen om vandaag een dag trainer te zijn. Ja, ik hoop dat je een hele mooie dag beleeft bij ons. En dat je ja, ook de jongens vertelt wat jij al heb gezien, want je bent elke thuiswedstrijd bij op de tribune bij ons. En wat zijn bijvoorbeeld al dingen die jij gezien hebt wat wij beter kunnen doen? De voorzetten en de passes. Heb je nog iets over bijvoorbeeld de schoenen van de spelers? Oh ja, de rolschoenen zijn vandaag verboden. Oh. Ze speelt zelf ook. Welke positie? Rechtsvoor. Rechtsbuiten. Nou, daar zit bijvoorbeeld Geraldo Becker. Nou, daar kun je nog wel even mee praten dan, hè? Over. We hebben een nieuwe trainer vandaag. Ik begrijp dat ik niet op mijn schoenen mag voetballen. Dus. Nou, vandaar dat ik jou er ook even uitpik, want jij hebt ongeveer een 10-tal roze voetbalschoenen onder je stoeltje staan. Ja, ze is wel streng. Ja. Misschien als ik deze schoenen niet aan mag, moeten ze me maar vrijgeven, denk ik. Even een serieuze noot. Het is al een leuk initiatief van UNICEF, hè? Om zo'n kleine meid eens even voor de groep te zetten. Ja, lijkt me geweldig. En ik hoop ook dat ze het naar de zin heeft vandaag. En ja, ik vind het mooi dat ze dat doen en ja, het is echt een heel mooi gebaar, denk ik. Ja. Wel naar de luisteren, hè? Komt goed. Zeg, loop maar naar Nasser toe en vraag maar hoe die geslapen hebt of aan Lex, die ken je allemaal wel. Hou je wel een beetje rekening met me vandaag op het trainingsveld? Geen! Dus ik moet gewoon volle bak gaan. Ja. Oké, dan als jij dat zegt als trainer, dan gaan we dat doen. Ja. Genadeloos, hè? Ja, ze kent geen genade inderdaad. Want zij vroeg net aan jou, heb je lekker geslapen? En jij zei, nou ik ben een beetje ziek, maar dat maakt er niks uit. Ik moet alsnog volle bak vandaag. Wat vind je ervan, dat er zo'n pittige tante van 10 jaar oud vandaag voor de groep staat? Ja, zo goed. Even wat anders, maar vooral heel pittig. Dus de trainer is volgens mij een stuk aardiger dan de trainer die we vandaag hebben, Kyana. Ja, Nasser heeft het begrepen en die gaat gewoon dadelijk het veld op. En weet je wat zijn antwoord was? Ik heb dat niet gehoord, want ik stond er niet bij. Ja, het is positief gunstig voor jou. Hij zei van, nou, ik vind een normale trainer toch wel wat aardiger, wat vriendelijker. Jij dus in dit geval. Ja, dat is een manier van leiding geven. En, ja, de ene keer dan kun je de teugels wat laten vieren en de andere keer dan trek je ze weer wat strakker aan. Maar ik merk wel dat zij, ja, dat ze wel van de discipline is. Ja, tot nu toe ben je tevreden en blij met haar. Ja, zeker. Ga je ook wat aan die opstelling doen? Nee, laat je staan. Oké, dat is duidelijk. Ik hoorde jou net zeggen van, ja, alles leuk en aardig, Kyana, maar wel even wat aan die opstelling doen. Ja. En dan neem ik aan in jouw voordeel, want ja, je staat er even naast. Ja, dat klopt, ja. Ik hoop dat ze beslist om mij weer op te stellen natuurlijk. Ja. Dan ga ik ga alles laten zien vandaag op de training en hopen dat ik goed train en dat ze misschien denkt van, nou, hij gaat weer spelen. Nou ja, je hoort het Tommy zeggen, hij wil eigenlijk wel weer in de basis. Ga jij daar vandaag voor zorgen? Mag hij wel, alleen je moet niet elke wedstrijd een gele kaart krijgen. Hier, hoppa. Ja, die is keihard. Die zit. Ja, scherp van de trainer en daar moet ik op gaan letten. Ja, leer dat toch eens af, man. Ja. Nou, Kyana die stuurt de spelers naar het veld toe. De opwarming zit erop. Ze gaan nu lekker op het veld trainen. Kyana, ben je een beetje tevreden tot nu toe? Ja. Luisteren de jongens een beetje naar je? Ja. En wat gaan jullie nu doen? Rondootje hoor ik. Ja, hoor ik? Jij bent toch trainer? Dat mag jij bepalen? Ja, dat is het begin van de trainingen. En daarna mogen Fons en ik denk ik het gaan bepalen. Nou, Fons en ik, jij. Ja, maar Fons helpt me een beetje. Zo. Jeffrey. Overballen op. Ik dacht dat we hadden afgesproken vandaag geen roze schoenen. Maar wat schetst mijn verbazing als ik het veld op kijk? Ja, wel dus. We hebben al twee spelers bij de trainer aangegeven dat ze echt niks anders hadden vandaag. En toen heeft ze de hand over het hart gestreken en gezegd oké, dan maar wel trainen, want dat vind ik belangrijker. Anders hadden ze natuurlijk binnen moeten blijven. Dus... Zoals de goed trainer betaamt. Je ziet al hè, dat je in dit vak moet je ook flexibel zijn en nou, dat is ze, dus ze gaat er goed mee om. Nou ja, als die het goed neerzet, maakt mij dat uit. Ja, maar kun je dan in de aanloop naar zo'n nou, toch best wel belangrijke wedstrijd, kun je dat wel gebruiken dat er in één keer een andere trainer, Kyana in dit geval, voor de ploeg staat? Daar hadden wij het ook over en dit zet het alleen maar op de rit, zo meid. Ja. Want dan weten die spelers weer hoe belangrijk het is om speler te zijn bij ADO Den Haag. Nou, dit is een meisje die kijkt met een frisse blik, een beetje nieuw elan. Kunnen jullie wel gebruiken in de aanloop naar zaterdag tegen PEC? Nou, elan hebben we zat hoor, maat. Wij hebben elan. Elan hebben we. Elan hebben we zat. Ik heb zo breekt het niet aan. Kyana, toppertje! Hè? Zet hem op, hè? Leuk, hè? Ja, gaat hier. Hey boys, uitdraaien en indraaien.